hardlopen. We gaan met alle landen lopen. Naar de wederen. Het wordt feesten. Ik loop mee omdat ik het leuk vind om de Vierdaagse mee te lopen, omdat ik altijd langs de kant stond. Ik zeg elk jaar op tv, zie je iedereen lopen, heel gezellig. En dat wou ik ook doen. En ik wou gewoon die eer bereiken om te kijken hoe het zou voelen om zo'n goede en verre prestatie op te leveren. Ik voel me wel een beetje zenuwachtig, maar het is wel geweldig. Ik heb er wel heel veel zin in, want er staan heel veel mensen langs de kant. Bijna mijn hele familie komt kijken als we dan zo gaan lopen. Hallo! Het V-team, wij lopen voor vrede, vriendschap en vrijheid in de wereld. En we hopen dat de rest van de wereld iets van ons kan leren. Volwassenen, die lopen alleen maar een beetje zo rond van, zijn we er eindelijk? En de kinderen, die hebben er gewoon lol. Die lopen overal rennend rond en die spelen. Die hebben helemaal niet door dat ze wandelen. Volwassenen moeten lol maken. Eigenlijk de V van vrolijk. Er komt een soort van hittegolf aan. Dat is heel vervelend, maar dat kan de pret niet bederven. Want als het warm wordt, is het toch ook gezelliger. Er schijnt zonnetje en dat is veel leuker dan dat het de hele tijd moet regenen. We lopen in een hele grote parade met allemaal muziek voor ons. En dat vinden we heel erg leuk om te doen. Het is gewoon heel leuk om iedereen naar je zien te kijken en uit te zwaaien. Ja, we voelen ons zeker goed zo met het weertje en zo. Het is wel mooi hier. We zijn lekker aan het lopen tussen alle mensen. Iedereen klapt voor je en zo. Kei leuk. Ik voel me echt... Ik hou van dit. Het betovert me. Hier is het Ik verheug me eerlijk gezegd een beetje ook een beetje op de finish. Dat eindelijk dat ze voor de eerste helemaal de Vierdaagse heb uitgelopen. Het is echt fantastisch om mee te lopen.